De next level of pauper. Inmiddels in Berlijn, bij het Oostbahnhof. Hey, een reisje van ongeveer 6 uur erop zitten. En nu was het een uur wachten op de trein naar Poznan. Zo, inmiddels aangekomen in Poznan. Net een beetje regenachtig. Dus nu eerst maar eens mijn weg vinden naar het hostel. Heb je het over life goals? Dat is toch wel een beetje in je eentje aan je diner zitten. Zo. Nou, ontzettend lekker hebben we het gegeten in een klein restaurantje. Super gezellig. Zelfs in je eentje. Je denkt natuurlijk dat het vet apart is, maar eigenlijk viel het me best wel mee. Het is eigenlijk best wel een beetje een Oostblokcentrum. We zijn hier een beetje op het centrale plein in Poznan. Hier het fontein achter mij. Met echt een beetje de ruimte weer voor mensen om te zitten. En dat doen ze dan ook. Het geeft altijd wel een speciale sfeer, vind ik. Dat is wel leuk. Hier achter mij mogen fietsers alleen maar ondersteboven fietsen, helaas. Met Jan. Ik vind het best wel wel mooi. Er zijn niet zoveel auto's. Het is lekker rustig. Kijk, als je in Amsterdam bent, zie je overal auto's en dingen en weet ik wat. En hier is het gewoon lekker rustig. Veel mensen lopen. Het is gezellig. Goedemorgen. Alweer de tweede dag hier op reis. Tweede dag in Poznan. Vandaag ga ik wat meer de toeristische hoogtepuntjes bekijken. Het is in ieder geval prima weer. Het is wel bewolkt, maar de temperatuur is best oké. Het is best lekker. Op de brug. Het is net vlak voor het centrum. Op naar het centrum, zou ik zo zeggen. Yeah. Ik heb alleen ook nog maar even wat geluncht in een grote supermarkt net buiten de stad. Daar ben ik even met de bus heen gegaan. Ik ben hier in Park Cittadella. Een best groot park tegen het centrum aan van Poznan. Een heel oud park. Er zijn heel veel overblijfselen van de Tweede Wereldoorlog hier te vinden. Dus dat geeft wel een heel apart sfeertje aan het park. Na even uitgerust te hebben in het park, Park Cittadella, sta ik hier even wat wandelen langs de rivier. Volgens mij staat het water behoorlijk hoog. De gravity daar onder die brug, die is best wel een beetje ondergelopen. En het stroomt ook echt wel behoorlijk hard. Zo, ik ben even in wat gaan eten bij de Mac vandaag. Dus het was lekker simpel. Goedemorgen. Vandaag begint de dag weer eens een keer in de trein. Ik ga naar Wolfstein. Dat is een vrij klein dorpje. Het schijnt dat daar een soort van stoomlocomotief depot is. Dus daar kan ik wel eens even gaan kijken. Ik zit ondertussen trouwens in een behoorlijk nieuwe trein. Het is in Wolfstein aangekomen. Een beetje een openluchtmuseum hier. Compleet verpauperde stoomlocomotieven staan hier een beetje weg te roesten, denk ik. Nou, voor 2 euro kom je het terrein op. En volgens mij mag je gewoon overal lopen. Je kan hier ook allemaal verschillende wagonnetjes in. Alsof je in een soort van sauna loopt. Het zal eerste klas zijn geweest. En dan hier de tweede klas. Het galmt ook helemaal. Helemaal van hout. Ja, nog een deurtje. Andere stoomlocomotief. Cool. Foto's van alle rampen die je met de trein hebt gehad. Superleuk. Hier achter mij staat iets wat ik eigenlijk nog nooit echt heb gezien. Het is een soort van draaicirkel. Hier kun je dan de locomotief op dat, zeg maar, dat rode, met de rode streep zetten. En dan draait hij een klein stukje verder. En dan kan je zo kiezen naar welk spoor die moet. En als ik het goed heb, staat hij achter mij. Dat is ongeveer de grootste locomotief die er hier is. Ik denk wel een metertje of 6 hoog. Hier is het kolenhok. Hier vandaan een lopende band om de kolen uit het hok te krijgen. En die gaan dan in deze bakken. En vervolgens worden die via deze kraan die hierboven staat, ik zie hem daar wel, worden ze omhoog getild en in de locomotief gedaan. Volgens mij leef ik inmiddels ook alweer 10 jaar korter door alle kolen en rook. Na 3 dagjes in Poznan
is het al tijd om op te stappen. Ik zit in een hostel. Alleen heb ik de hele tijd gewoon de hele kamer voor mezelf gehad. Dus dat is wel lekker. Maar heb je wat meer je eigen ruimte. Gaat de tram. Naar het opmaken van mijn reis naar Dresden. Dat is de volgende bestemming. Wat verder nog opvalt eigenlijk is dat, ondanks dat de stad dus best wel goed ontwikkeld is, dat de bewoners eigenlijk bijna geen Engels kunnen. Ik wil handen en voeten werken, want Pools is ook niet mijn beste kant. Verder is het een ontzettend jonge stad. Dus, je ziet echt eigenlijk alleen maar jonge mensen. En bijvoorbeeld ook helemaal geen zwerf of zoiets. Ja, je ziet ze heel af en toe zie je ze een beetje, maar ze vallen eigenlijk totaal niet op. Terwijl je dat bijvoorbeeld ook in heel veel Duitse steden juist weer wel heel veel hebt. Dus dat vond ik ook wel leuk om te zien.